U ziet dat deze cliënt, dit meisje, bij de voormeting hoog in het klinisch gebied scoort. Een score van 25 ligt hoog in dat gebied. Na de behandeling scoort ze rond de 14, 15 en de score is behoorlijk afgenomen en de behandeling was dan ook op die manier succesvol afgesloten. Dit is de eerste variant. Wat de therapeut hiervan leert is dat hij in geslaagd is depressie te verminderen en hiermee kan hij zich ook legitimeren naar de cliënt, maar ook naar de verzekeraar dat de behandeling succesvol is geweest. De tweede variant gaat over hetzelfde meisje, is weer die depressievragenlijst afgenomen en de eerste meting, de aanvangsmeting, die is dezelfde en de slotmeting is ook hetzelfde. De scores zijn precies dezelfde, maar de therapeut heeft hier tussentijds ook nog twee keer gemeten. Hij heeft elke maand die lijst afgenomen en hij merkte dat het aanvankelijk goed ging. Bij de tweede meting was zijn score behoorlijk gezakt en was zelfs onder die klinische grens gekomen, dus de depressie was toch duidelijk verminderd. Maar een maand later was er kennelijk iets gebeurd waardoor die problemen weer de kop op hadden gestoken en de therapeut moest hard aan de slag om te kijken en te bedenken wat hij zou moeten doen in overleg met zijn cliënt om toch de problemen weer te laten afnemen. Dat is hem kennelijk ook gelukt, want bij het einde, bij de eindemeting, is er een behoorlijk.
Een behandelaar heeft een eindgesprek met de ouders en de cliënt. In dat gesprek geven ze allemaal aan dat ze best tevreden zijn met de begeleiding en de behandeling. Uit de vragenlijsten blijkt echter dat er niets is veranderd. Niets in het functioneren van het kind en ook niet in het functioneren van het gezin.
Ouders en cliënt hebben een jaar na de start van de behandeling vragenlijsten ingevuld. De scores van de ouders laten zien dat zij een verbetering zien bij hun kind. Maar de scores van de cliënt laten zien dat er sprake is van een verslechtering. Het gaat hier om een behandelafdeling waarbij over een bepaalde periode blijkt dat er gemiddeld geen veranderingen of verbeteringen bij cliënten zichtbaar zijn. Na gesprekken met de afdeling en uit de analyses blijkt wel dat agressie een groot probleem is. Daarom wordt besloten de groep hier nader op te onderzoeken. Uit deze analyses komt naar voren dat er eigenlijk twee subgroepen zijn. Een groep die bij aanvang geen agressieproblematiek heeft en een groep die wel agressieproblematiek heeft. De eerste groep gaat tijdens de behandeling wel vooruit, maar de tweede groep niet. Bovendien neemt bij die tweede groep, met agressie dus, tijdens de behandeling de agressie ook nog eens toe.
Thank you.